Als ik nou iets bewezen heb afgelopen week... is dat ik niet in direct contact met Poetin sta. En dat ik zijn, zijn geestesbewegingen ook niet kan behoren kan volgen. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Positieve reacties op de State of the Union van Joe Biden. Hij was heel duidelijk richting Poetin. Hij dacht dat hij ons op huis kon in deze kamer, in deze nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Poetin was wrong. We are ready. We are united and that's what we did. We stayed united. De hele State of the Union en ook de binnenlandse politiek, wat hij daarover heeft gezegd en over COVID, gaan we later nog een keer bespreken. Maar eerst maar eens eventjes de actuele status in Oekraïne en ook de vragen die daarover binnenkomen van luisteraars van deze podcast. Erik Brouwers uit het kan het van Amerika en de NAVO een strategie zijn om een Poetin een tijdje uit te laten razen in Oekraïne, al dan niet in samenwerking met Wit-Rusland? Daarmee verzwakt hij Poetin dus zijn eigen leger. Ook Poetin krijgt namelijk te maken met verliezen. En wellicht ook dat van Wit-Rusland om daarna Amerika en de NAVO kort en krachtig richting Poetin terug te slaan en een plat gezegd definitief terug in zijn hok te jagen. Nou, ik moet zeggen, <laughs> dit is wel een, een, een strategie waar zo ontzettend veel haken en ogen aan zitten. Zoveel onzekerheden, dat ik zou zeggen: Nou, maar liever niet. Ik zou zeggen: Maakt u er een computerspel van, dan kunt u lekker gamen. Maar uh, nee, dat lijkt mij geen verstandige aanpak. Ja. Dan nog een vraag van uh, Bart van de Beek. Het eerst al wat is een kernmacht tegenwoordig nog waard? Naar alleen van het Oekraïne gebeuren. Nou, ja, Oekraïne heeft zijn kernwapens natuurlijk weggedaan. Nee, maar omdat Rusland natuurlijk daar nu. Uh... Ja, ja, wat is een kernmacht? Nou, niet zoveel zou ik zeggen. Kern kernwapens zijn vooral symbolische wapens. Het merkwaardige van kernwapens is natuurlijk dat ze tweemaal gebruikt zijn: uh, namelijk uh, binnen een week, op 6 en 9 augustus 1945, en daarna nooit meer. De resultaten waren ook van een zodanige aard dat je denkt, beter maar nooit meer. He, want ja, dat, als je de beschrijving leest van Hiroshima, dat is gruwelijk, echt gruwelijk om, om dat te lezen. Dat waren in feite bommetjes van niks. He, ze hebben nu waterstofbommen die, die duizendvoudige explosieve vermogen hebben. Nogmaals, je, hebt, je hoort er tegenwoordig pas bij als je nucleaire wapens hebt, maar eigenlijk heb je er niks aan. Nee omdat je ze toch niet gaat gebruiken. Nee. Het is meer om te dreigen. Het is meer om ervoor te zorgen dat niemand anders tegen jou een nucleair wapen kunt, kan gebruiken. Omdat je dan zegt: ja, doe het maar. Maar dan, eh, ja. dan weet je dat we je weten te vinden. Maar het is natuurlijk de totale vernietiging dan? Ja, als, als, dat, als dat op grote schaal zou gebeuren, dan is dat de totale ja. vernietiging. Dan hebben we Jelger. Um, ik vroeg me af of. Uh, wij voor de positie van Maarten als specialist op het gebied van naoorlogse geschiedenis moeten vrezen, nu Poetin hier in zijn laatste toespraak een goornaar lijkt gedaan te hebben. De Tweede Wereldoorlog, het Stalinisme en zelfs de Napoleonitaanse tijd kwamen voorbij. Alles om de rol van Oekraïne als zelfstandige staat te marginaliseren. Ja, ik moet je zeggen dat ik me niet zulke zorgen maakte over, maak over Poetin als concurrent. Dan, dan moet het toch wel zo zijn dat. Poetin ook bij de Nederlandse talkshows regelmatig gaat aanschuiven. Die dochter woont hier niet meer, hè? Begrijp ik. Die, die, die dochter van Poetin, die zou je nog wonen, maar dat is... Maar dat me... weet ik niet. Ik heb, daar ben ik ook niet van op de hoogte gehouden. Ja. Dan hebben we nog even Sebastian. Hoi Tom, hoi Maarten. Poetin heeft een college gegeven over de historie van Oekraïne, blijkbaar. En het Westen is met stomheid geslagen over... Wat hij heeft gezegd. Hoe kijkt Maarten als historicus aan tegen de dingen door Poetin gezegd in zijn college? Ik hoor het graag goedjes. Sebastian Sonneviel. Ik heb niet het hele college beluisterd. Duurde erg lang, hè? Daar zaten elementen in die volgens mij wel in overeenstemming waren met de historische werkelijkheid, maar, zeg maar zeggen, de compositie en de interpretatie waren zodanig. Dat je zegt dat we moeten dit niet al te serieus moeten nemen. Ik begreep dat hij al eerder, vorig jaar, al een lang artikel had geschreven over deze materie. Dus je kunt wel zeggen, het zit hem enorm dwars. Het zit hem enorm dwars dat de Oekraïne, Oekraïne moeten we zeggen, hè, Oekraïne zich uh, verzelfstandigd heeft. Eigenlijk sinds 1989 toch een, een positie heeft opgebouwd als zelfstandige natie, anders dan... Uh, zo'n zo zo Russische ramp en republiek, zal ik maar zeggen. Tenminste, omdat het natuurlijk ook de mogelijkheden heeft om dat te doen. Kharkov, Kiev, Lviv, dat zijn allemaal nou hele moderne, aantrekkelijke steden. Ja. ja, hoe snel stopt Poetin, allemaal Oekraïne vragen, hoe snel stopt hij ermee met, met deze aandacht? Geen idee, dat, is, dat zijn dan nou van die wonderlijke vragen die... Ja. En bovendien, als ik nou iets bewezen heb afgelopen week, is dat ik niet in direct contact met Poetin sta. En dat ik zijn, zijn geestesbewegingen ook niet kan behoorlijk kan volgen. In de zin dat ik er goed over had nagedacht en tot de conclusie was gekomen dat hij het niet zou doen. Zijn er mensen in de Russische top die ongelukkig zijn met het gekozen pad? Wil Peter Koen weten? Die zijn er ongetwijfeld, dat kan haast niet anders, omdat het een nogal idiote onderneming is. Maar de Russische top is zo georganiseerd dat je dat niet kwijt kunt. Nee. Beter ook niet je moeder bellen van maar ik ben rijk tegen. Nee, dan wordt het meedogenloos met je afgerekend. Kelan wat denkt Maarten dat het Westen kan doen tegen de Russische propaganda en desinformatie. Nou, daar kun je allerlei dingen aan doen. Die desinformatie kun je veel beter controleren dan wij doen. Uh, pak dat voortdurend aan. Uh, Zorgt dat, dat allerlei kanalen niet, niet uh, makkelijk uh, uh, in de media een, een dominante of belangrijke rol gaan spelen. Ja, dat kan. Wij doen er niks aan, omdat we in feite natuurlijk de informatiemarkt is volkomen vrij. Dus iedereen kan de grootst mogelijke lulkoek. We hebben net uh, ongehoord Nederland tot de, tot de Nederlandse mediawereld toegelaten. Een groep van volstrekte halve garen. Dank u wel, Arie Slop. Meesterlijk besluit. Wel democratisch eh. gegaan, toch? Ze hebben de, de... Ja, maar hartstikke democratisch in een overeenstemming met uh, hoe heet het, de Nederlandse mediawetgeving. Dat ze moesten zo verleden hebben. Maar dan zie je dat die zeer kwetsbaar is. Hmm. Ja, 50.000 man, begreep ik, hebben een tientje betaald om die lulkoek aan te horen. <laughs> Wat kan de VN nu nog doen? Nou, niks. Dat hebben we nou net gezien, natuurlijk omdat, ja, Rusland heeft vetorecht in de VN. Dus die motie die ze daar hadden ingediend in de Veiligheidsraad is getroffen door een Russisch veto. Ja, oh, niks nieuws onder de zon, zou ik zeggen. Maar er wordt nog in allemaal kleinere raden, wordt er nu ook gestemd? Ja, dat ja. zal wel. En die Guterres, die had natuurlijk ook gezegd dat het allemaal schandelijk was. Maar nee, de VN is in principe machteloos in deze situatie. Ja, zal Xi Jinping zich afzijdig blijven houden of is dit scenario een prelude voor een Taiwan? Nou, dat is denk ik niet een prelude voor Taiwan. Als hij dat al zou willen doen, dan wacht hij natuurlijk eerst even tot uh, het stof is neergedaald. En wat precies de consequenties zijn geweest van het Russische gedrag. Ja. Dus hij zal zich voorlopig rustig houden. Hoe denkt Poetin ooit weer om speaking terms te komen met de wereld? Ik denk niet dat dat gaat lukken. Dat wil hij misschien ook helemaal niet. Ja. Um, dan laatste vraag. Was het niet naïef of dom om op voorhand de informatie van de VS af te wimpelen? Nou, niet zo naïef of dom, omdat de informatie van de VS in, in, in de afgelopen twee decennia deels buitengewoon onbetrouwbaar bleek te zijn. Dus ja, je, je was toch geneigd om te zeggen: nou ja, wacht, Klaus, even afwachten hoe het precies zit. Oh ja, dan hebben we hier nog Onno Kal, 35 jaar uit voorschoten, die wil bezwaar maken uh, tegen het woord lidwoord, DE, voor Oekraïne. Ja, dat is ook bekend, Gezuur. Ik heb geleerd DE Oekraïne, waardoor ik dat uh, moeilijk kwijt kan zit diep in mijn hersens, dus is dat vastgehecht met een nietje. Dus ik probeer het te kwijt te raken, beste. Hoe heet die Ono? Onno Kalf. Maar vindt u het echt van doorslaggevend belang? Heeft u gedacht, ik zet dit uit? Als die nou nog één keer de Oekraïne zet, het doet er toch geen bal toe. We zeggen toch ook geen Paris. We zeggen gewoon Parijs. Ik hoop dat ook Maarten, maar ook veel deskundigen en journalisten hierbij stilstaan. Maar hij vindt het wel een leuke podcast, dat zegt hij er wel bij. En er zijn ook nog mensen die vroegen zich af wat je ervan vond. dat uh, die, uh, dat fragment van op 1, dus bij Lubach, uh, herhaald is. Dat jij zei van er komt geen oorlog. en uh, uh, Marcel van Roosmalen die heeft het ook nog uh, benoemd. W wat je reactie daarop is, vragen mensen. Geen? Ja, wat ik al in het begin zei. Het is gemakkelijk scoren achteraf, hè? Ja. 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 Heb ja. je het bij Lubach gezien? Heeft nu zo'n nieuw programma. Nee, nee, ik ben een waardeloze tv-kijker, oh, ja. Echt waar. Ja kijk nooit tv. Ja, naar het zes uh, uur journaal kijk ik. En Teletext natuurlijk. Ja. ja. Teletext was het enige echt goede televisieprogramma. Ja, dan nou, hebben we dan hier nog even het allemaal hele lange berichten. Ilse Becker uit Zwitserland. Jullie vroegen wie de vriendin is van uh, Poetin. En toevallig heb ik haar meerdere keren ontmoet. En zelfs uh, een paar jaar lang met haar samengewerkt. Naar het schijnt is zijn uh, vriendin voormalig gymnaste Alina Kabeva. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar ik begrijp dat, dat hij eh, toch meestal alleen is met die hond. Ja, dat is natuurlijk ook een veel beter soort van vriendin. Eh, ik zag die foto nog van... Uh, spreek niet tegen. Nee, nee. nee Zo'n je... gymnast is natuurlijk, als word je sowieso al, krijg je daar gevoelens van minderwaardigheid van. Ja. Omdat ze zomaar een spagaat kan uitvoeren of ja. andere gymnastische toeren kan maken. Ja. En is ook, de, ik zag, zag die foto nog van uh, Willem-Alexander en Maxima... toen ze met Poetin toen zat ja, hij nog met Ja, dat vond. glaasje bier en met, Sochi. Ja. ja, daar was toen al veel kritiek op, maar ik zit daar niet van mee. Er zijn um, van Rosms pijpen. Naar aanleiding van uh, de podcast over pijpen... Uh, heeft uh, Remco dit plaatje gestuurd... Oh, Van Rossum's Milo. Wat is Milo? Dat weet ik niet. Dat is dus een reclamebord voor in ieder geval deze pijpen. Dat kwam hij ja, tegen. Nou ja, je had vroeger een, een belangrijke en omvangrijke tabaksfirma. Die ook veel tabak verkocht. Van Rossum's Troost heette dat. Ja. En ja, dat is familie van mij. Echt waar? Ja, de familie van Rossum. De familie van Rossum. Uh, is eigenlijk in de 18e eeuw begonnen met een, een, een winkel in koloniale waren in Rotterdam. En ja, koloniale waren, dat waren dus ook tabak. En dat heeft zich heel voorspoedig ontwikkeld in de 18e en al, ook in de 19e eeuw. En de laatste directeur, voor zover ik weet. ergens in de jaren 50 is die firma verkocht, waarschijnlijk aan een of andere, een nog veel grotere producent. Was een neef van mijn opa. Dus het is, ja, het is wel mijn eigen, het is wel mijn familie. Maar dit bordje had je nog nooit gezien? Nee, dat had ik nooit gezien. Okay. Het beroemdste bord van Volsum Stroost is zo'n zo man die in zo'n schandblok staat, met hoofd en, en handen, en dat iemand anders hem dan een trekje aanbiedt. <laughs> ah ja. Van een pijp of een sigaar of zoiets dergelijks. Even kijken wie dit is. Beste Maarten en Tom, met David Maker Meppel spreken jullie. Met heel veel plezier heb ik geluisterd naar het verhaal over de cultuur van het roken en Maarten zijn roadtrip. Nu vroeg ik me af: werd er ook gerookt op de roadtrip die Maarten gemaakt heeft? Bij uitstek een gelegenheid hiervoor zou ik zeggen. Wat werd er gerookt? Waar werd er gerookt? Wanneer werd er gerookt? Werd er veel gerookt? En de Amerikanen zelf, hoe deden die het? Hartelijke groet, David. Nou ja, die roadtrip, want daar gaat het gewoon ook over. Door Amerika, ja. die is van 1974, dus toen werd er nog heel normaal gerookt. Nou, het interessante is dat terwijl ik dit beluisterde... dat ik zat te denken van... wat deed ik eigenlijk onder... Eh, zat ik te roken in die pinto of, of helemaal niet? Ik weet het absoluut niet meer. Je hebt gezegd dat je naar de radio luisterde dus omdat je in iedere stad een andere... Ja, dat ander... weet ik nog heel goed. Ja. Dat was vond ik hartstikke leuk... omdat die, die stations steeds wisselden... Eh, afhankelijk van de lokale cultuur... of van de dominante lokale cultuur. Maar dus deze vraag kan ik niet beantwoorden... omdat ik niet weet of ik daadwerkelijk rookte, of ik in die hotels nog kon roken. Kijk, die anti-rokenboel, die begon in Amerika veel eerder dan in Europa. En aanvankelijk vond je dat ook enorm irritant, dat die Amerikanen zaten te zeiken over dat roken, wat bij ons toen nog een volstrekt normale zaak was. Ja. ja. En ook dat we met mijn nichten hebben we hier uh, ooit Sinterklaas gevierd, mijn twee Amerikaanse nichten. Nou ja, die werden volledig hysterisch van die, die grondnevel die wij als familie gegenereerd hadden. En eigenlijk, toen erger het ons een beetje. Eh, maar eigenlijk hadden ze groot gelijk. Ja, ja. Ik weet, sorry meneer, ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ik rookte onderweg. En je bent ook niet meer in de. Of de ik weet nog wel over. natuurlijk die onbeschrijfelijke overstromende asbakken in de auto. Ja, ja, ja. Het was zo ontzettend smerig. Ja. Nou, dan hebben we nog Jonathan de Geus en uh, die uh, ha, heeft het over het, het veiligste vervoersmiddel. Daar had hij wat opmerkingen over, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Omdat jij het zei het vliegtuig. Ja, maar je, zei, maar je zei je kunt beter het vliegtuig pakken, want als je naar Schiphol rijdt is de kans veel groter in de auto dat er iets gebeurt. Ik geloof wel dat dat statistisch zo is. Ja. Hij uh, betwijfelt dat, begrijp ik. Ja, hij zegt het antwoord op de vraag dat hangt ervan af of je kijkt naar de veiligheid per gereisde afstand, dus de veiligheid per meter, dan wel naar de veiligheid per gereisde tijd. Ja, hij per heeft per hij groot gelijk in omdat het vliegtuig dan altijd goed scoort. Want ja, wat je ook doet, het is, gaat altijd om honderden kilometers. Hè. Je gaat niet voor 45 kilometer een vluchtje maken. Dat, ja. dus, dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn volgens mij wel tabellen waarin, waarin je dat kunt berekenen. Hoe groot je kans is. Want je kunt eigenlijk dan maar beter een tijdssysteem uh, bouwen. Hoe lang zit je erin? Ja. Je kunt ook zeggen, mensen zitten altijd nog weer veel vaker in auto's dan in vliegtuigen. Dus misschien nog lopen. Maar goed, ik, ik, ik geef het voor beter. Uh, maar hij heeft toch een alternatief uh, wat het veiligste is. Hij zegt oh, een motorfiets waarschijnlijk. Nee, het, hij zegt onbetwist het allerveiligste vervoersmiddel voor mensen is de lift. Oh, nou, dat, nou is dat wel fijn die, met de lift, maar... De kans dat je natuurlijk instapt op de eerste verdieping en dan zegt: Ik wil graag naar Almelo. Terwijl je eigenlijk in Rotterdam bent, dan heb je niet zoveel aan een lift. natuurlijk. Dus het is eh? niet echt een vervoersmiddel. Nee, dat zou je niet kunnen zeggen. Oké. Okay. Nee. Als we dan verder kijken, zegt hij: Dan is de trein het veiligste vervoersmiddel per gereisde minuut en het vliegtuig per meter. Per gereisde meter dus. Nou, ik denk dat hij, ja, hij heeft het heeft uitgerekend of, of heeft een plek geraadpleegd waar iemand het uitgerekend heeft. Dat vind ik best. Maar eh, het maakt mij niet zo verschrikkelijk veel uit. Kijk, bij de auto kun je zeggen: er zijn automobilisten. waarbij het een wonder is dat ze überhaupt nog in leven zijn. <laughs> eh, en er zijn automobilisten. Kijk, als je nooit harder rijdt dan 100. en je houdt je aan alle regels. en je zit altijd met de gordel om. Je hebt een auto die voorzien is van de meest fantastische veiligheidskooien en andere systemen. dan. Eh, Zul je ook in de auto eigenlijk heel veilig getransporteerd kunnen worden? Als je natuurlijk rijdt als een gek. Ja, dan neemt het hoeveelheid risico. Die neemt echt exponentieel toe. Tommy Klein komt uit Rotterdam. Die weet te melden dat er nog een Concorde in New York staat. Ja, er schijnen van alle conc gebouwde Concordes ik weet niet wie dat zei er eh, schijnt er eigenlijk maar één echt eh, tot schroot verwerkt te zijn. En alle anderen hebben nog een soort plaatsje in een. Vliegtuigmuseum. Precies. Gevonden. Dit, hij staat in New York op een vliegtuigschip dat is als luchtvaartmuseum is ingericht. Kijk. En hij zegt, uh, daar staan ook nog Concordes uh, bij Space Shuttle Enterprise en Blackbird. Dat weet hij te melden. Oh. Dus, uh, nou, dat zijn er nog even. Ja, zo'n vliegtuigmuseum is al Ik heb geloof ik al als reclame gemaakt voor Duxford. Dat is een groot militair vliegtuigmuseum in Engeland. Ik zeg, een uurtje rijden ten noorden van Londen, als ik het wel heb. Ga daar vooral, mocht u in de buurt zijn, ga vooral kijken. Dan had jij ook nog een vraag over die Zeppelin. In welke film het was? Dat was uh, in Diana Jones. Oh. Daar zit een, uh, een Zeppelin in, in ieder geval. Um, en jij dacht dat het een James Bond-achtige film was. Dat zei je toen ook. Maar Bernard Zwijzen die zegt: nee, dit is uh, die film dus waar dat in zit. Oké. Okay. Dus dan weten we dat bij deze ook. Um, oh, dit is nog over de Concorde. Over de Concorde weet ik dat er keldermessen van gemaakt zijn. <laughs> Waarom keldermessen? Ja. Heb je ook zoldermessen? Oh ja, Arjen zegt dat. Heb je ook, er zijn dus messen die, laten we zeggen, afhankelijk van de verdieping waar je je bevindt, gebruikt kunnen worden. Ik zou het niet weten. He, dat je, dus, je zit in de woonkamer, iemand geeft je messen. Nee, wacht maar even, zijn keldermes. Dus dat eh, ik wil nu wel een woonkamermes hebben. Kan Maarten dus uitleggen dat de oude traditionele, zeg maar, origineel liberalisme heel iets anders is dan de marktwerking en het geklets van Rutte en zijn VVD. Dat beide haak staan op elkaar. Pieter Kort van der Linde en Willem Treup draaien zich rond in hun graf. Dankjewel voor de luisteruren, zegt Mark de Kok. Nou, daar hebben ze wel gelijk in. Daar kunnen we wel eens aandacht aan besteden. Laat maar zeggen dat je hebt dat, dat probleem begint al bij Adam Smith. Die natuurlijk in alle opzichten een beetje de uitvinder is van het moderne liberalisme. Maar bij Adam Smith is het een hele sterke morele component. Het moet wel fatsoenlijk toegaan. En, en, en zelfs bij die... Bij die uh, Ontzettend conservatieve neoliberalen, hoe heet die Oostenrijker nou ook weer? Je hebt Friedman en een andere Nobelprijswinnaar op dit terrein, die, had, die was ook een voorstander van een verzorgingsstaat. Het is allemaal heel aardig die, die markt, maar het moet wel fatsoenlijk toegaan. En dat is wat vaak bij allerlei neoliberale beleidsvoornemens afwezig is. Al ja, moet je natuurlijk zeggen dat in Nederland is er veel schade aangericht aan de verzorgingstaat. Maar we hebben nog steeds natuurlijk een heel redelijk systeem van sociale verzekeringen. Wat vindt Maarten van Albert Plesman en de rol die hij speelde bij de start van commerciële vluchten in Nederland? Nou ja, dat, kijk, iemand moet de eerste zijn. Dat was Albert Plesman. Dat was zo'n nationale held. Net als Anthony Fokker en, en de gebroeders van Doornen. En nou ja, wat hebben we al niet op dit terrein? Eh, dat zijn de lieden die, laten we zeggen, excelleren in de vroege fases van de, van de industrialisering. Nou ja, wanneer beginnen de eerste. Het, ik geloof ook dat de KLM de eerste vliegtuigmaatschappij is die, die mensen ging vervoeren. Dat zou best kunnen. Nou, dan zit je dan ergens in de jaren twintig? Eh, voor die tijd kon je één persoon meenemen, maar, maar niet veel meer nou we hebben eigenlijk die aanloopt die hebben we niet gedaan Fokker is ooit een heel succesvolle bouwer geweest van passagierstoestellen. maar die hingen nog aan elkaar want met name dus de bekleding was nog een soort van stof van en daar is er toen een van ongelukt of zo en toen is dat eigenlijk plots vrij snel is dat afgelopen ja zullen we de volgende je gaat nu naar Italië dan kunnen we ja ik ga, morgen, morgen ga ik naar Rome dus ik kan eventueel, uh, nou ja, volgende week. Wij rapporteren niet direct uit Rome. Ja, sorry, maar ja, de mogelijkheden zijn beperkt. Dat zult u begrijpen, want dan moet Tom met zijn autootje naar Rome rijden. Dat is nogal een onderneming, die zou ik hem niet willen aanbevelen. Maar goed, volgende week zaterdag kan ik berichten over mijn unieke ervaringen in Rome. Zullen we dan naar Mussolini doen? Maar dat is... Uh... Laten we Mussolini maar doen. Ja. Ja. Want ik heb daar natuurlijk ook... Ik moest drie verhalen over Mussolini haak houden. He? Zeg maar Mussolini, in een, in, Mussolini de imperialist. Mussolini het, het laarzenknechtje van Hitler. En Mussolini de dutche. De, 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 de semi-goddelijke dictator van Italië. Die niet alleen in Italië... Maar natuurlijk ook lange jaren ook buiten Italië... Zeer bewonderd werd door veel mensen. Oké, okay, nou, dat vinden heel we wel. Heel terecht, maar dat was wel het geval. Oké, okay, nou, dan kunnen we dat de volgende keer doen. Ja, dan doen we de volgende keer Mussolini. Dat is een goed punt, oké. Okay. Sluit ja. ook heel erg aan bij Poetin. Ja. ja. Het is met Mussolini's expansieplannen heel slecht afgelopen. Heel slecht. Nou, als mensen vragen al hebben over Mussolini... Ja, u heeft en... u vragen over Mussolini, ik hoor ze graag. Vooral omdat Mussolini zegt eigenlijk... Kijk, van Adolf Hitler vinden we dat... Je hoort zelden iemand zeggen: die Hitler die had dat goed gezien. Ja, prima kerel. Leuke vent ook. Hè. Nee. Hitler is het satanische vlees geworden kwaad. Maar eigenlijk, in, in die, in, laten we zeggen, in de contrast met Hitler. is, is Mussolini wel een beetje een sympathieke clown. Een beetje. toch niet. Nou ja, een beetje, toch, ja, een Italiaan. Een toch Ja. Zeller, Toscane, nou ja, dat werk. Hè. Maar dat is niet terecht. Dat is echt niet terecht. Oké, okay, dat is een mooie warmhoudertje. Tot zover deze podcast. Wil je meer achtergronden bij de oorlog in Oekraïne? Luister dan ook naar het luisterboek kernwapens en de geschiedenis daarvan en ook het luisterboek Lenin en Stalin. staat voor je klaar via het linkje in de beschrijving.